ziet, we staan vanavond bij een replica van de ijsflat. Een fenomeen wat eeuwenlang op Urk actueel was. In de kronieken van de hervormde kerk lezen we in 1784 dat het heilig avondmaal niet gevierd kon worden omdat de 10 mannen met de ijsflat de lopers nog niet terug waren en men vreesde voor hun leven. Nou, dat zegt iets over de barre omstandigheden waarin de tochten soms gemaakt werden. Stichting Hulp en Steun, toen die op Urk werd opgericht, nam ook de verplichting op zich om te zorgen dat de postverbinding tussen Urk en Kampen in stand bleef. Dus 's winters ondernam men vaak de tocht naar Kampen heen en terug, met soms een overnachting op Schokland erbij, waar men een speciale schuur had voor de ijsflatten, om daar te overnachten en dan de tocht te vervolgen en weer terug. Maar het was meer lopen als varen of glijden. Het was natuurlijk een speciale sloep en er zaten ijzers onder, er waren ijsbijlen, ijszagen, pikhaken. Alles was aan boord om maar te zorgen dat men over het ijs naar Schokland, naar Kampen kon komen. En soms werd er inderdaad een zieke meegenomen om naar een ziekenhuis gebracht te worden. Dan moest je wel heel ernstig ziek zijn, wilde men daartoe besluiten om met de ijsflat naar een ziekenhuis gebracht te worden. De laatste tocht met de ijsflat is gemaakt in de winter van 1946-47. Kunt u even nagaan, toen was de polder er al, toen was dorp A Emmeloord was er al, er waren al wegen in de polder, maar Urk was onbereikbaar. Toen moest er nog naar Kampen heen en weer met de ijsflat de tocht gemaakt worden om post over te brengen, op te halen en om voedsel mee te nemen. Zo geïsoleerd lag Urk op dat moment. Het was de laatste tocht. Daarna was het wegennet, in dat jaar werd het wegennet compleet en kreeg Urk zelfs een busverbinding. En toen was het overbodig. De ijsflat is nu nog te bezichtigen in het Binnenmuseum Enkhuizen. En het is nog steeds de ijsflat volgens het model zoals hij in de 16e eeuw gebouwd werd als de sloepen van de VOC-schepen. Wel heel uniek allemaal. Zoals u gezien heeft, beste mensen, zijn we vanavond hier gekomen bij de ijsflat. Ik moest denken zo even, toen we hier naartoe wandelden, vlak achter ons waren we een paar weken geleden bij de zogenaamde leugenbank. Bij de ontmoeting van met name mannen die daar zaten, over de zee konden kijken en die thuis kunnen komen 's avonds met de verhalen die ze gehoord hebben van elkaar, vertellen, meeleven, doorvertellen, aandacht hebben voor elkaar. Wellicht dat de vrouw of een ander daarvan hoort en zegt: ik zal van de week nog eens even langslopen bij die vrienden of die vroegere buren. En zo is er contact, sociaal leven, samenleven, wat ongelooflijk belangrijk is. Alleen, nu wij hier zijn vanavond, hoor ik deze broeders zeggen tegen mij: je hebt wel gelijk, dominee. Natuurlijk, dat is heel erg belangrijk. Maar het is nog maar de helft van waar het om gaat. Misschien nog minder dan de helft. Want waar het tenslotte om gaat, is dat we elkaar helpen. En daar is dit een getuigenis van. Hier zijn ze bezig om een flat op het ijs te brengen en
daarmee bijvoorbeeld een zieke te brengen naar Kampen of Enkhuizen of ergens onderweg waar een ongeluk op zee gebeurd is, mensen in het water op te vangen. Doen wat voor de ander. Niet alleen bij praten laten. En dan is het nota bene zo, als we de geschiedenis kennen, dan zullen we dat ook wel eens gelezen en gehoord hebben. Er zijn nog wel eens mensen omgekomen. Zo klaar om te helpen. Maar je zal maar op het IJsselmeer of vroeger op de Zuiderzee moeten helpen. En dan gaat de een of de andere door het ijs. En om dan, het is wel eens fout gegaan. Helpen. Ja, inderdaad. Na meeleven, tijd voor elkaar hebben, luisteren naar elkaar. Ik denk aan wat mij overkwam toen ik pas predikant was in Ter Heide aan Zee. Er was alles overgebracht door de verhuiswagen, maar ik mocht nog een orgel halen. Was me geschonken, een eenvoudig orgel, huisorgel, maar toch, ik had niks, dus dat was een geweldige oplossing. Toen zeg ik tegen een middenstander, een tuinder, die druk was, ik ken dat, mijn vader was bloemist, het was van licht tot donker werken en eigenlijk was je nooit klaar. Ik zeg tegen hem, zeg als je nog eens tijd hebt, zou je dan voor mij dat orgel kunnen halen? Hij zegt, wat zegt u? Tijd hebben? Daar gaat het helemaal niet om. Als jij mijn hulp vraagt, dan leg ik het werk bij mij in de kast neer. En dan ga ik voor jou doen wat jij vraagt. Zo eenvoudig is het. Zo had ik nog nooit horen zeggen. En het was verdraaid nog aan toe, nog waar ook. Ik zeg, nou zou het zaterdagmiddag kunnen? Natuurlijk. En hij regelde alles. Tijd hebben, niet alleen aandacht, maar helpen. Want zonder geholpen worden is er geen leven en geen toekomst. En dan denken we aan de Heere God. De Heere God die nooit zal zeggen tegen jou of mij, ja, als ik tijd heb, maar ik heb nog zoveel andere mensen en zoveel andere dingen. Ik heb tijd. Ik wil tijd vrijmaken. Ik wil alles doen wat nodig is. Heb jij tijd voor mij? Mag ik voor jou zorgen? En dat is dan een hele gewetensvraag die wij eerlijk moeten beantwoorden. Willen wij geholpen worden door de Heere God? Hoe komt het toch dat we daar zoveel moeite mee hebben? Want wat zit daarachter? Is het soms zo dat we dan erkennen moeten, als Hij niet mij geholpen had, dan was ik er nooit uitgekomen. Dan was er voor mij geen toekomst geweest. Zo radicaal. Ik denk om Psalm 146. Als God voor je is, dan zal Hij voor je zorgen. En jij moet leren om het niet van mensen te verwachten. Dat moet jij leren. Opmerkelijk dat die psalmdichter dan zegt, vertrouw niet op edelen. De psalmdichter zegt niet, jongens, er zijn zulke onbetrouwbare mensen, dus ik zou maar een beetje voorzichtig zijn. Hij zegt, neem maar de knapste dokter. En neem maar de beste politicus. En neem maar de beste leider van een bedrijf waar je werken mag. En zo kan je doorgaan. Maar het zijn mensen. En als erop aankomt, staan ze machteloos. En dan is er maar één helper. De God van Jacob. Dat wens ik u van harte toe.